dus, want gewoon alleen boom, boom, boom. Lieke, kom zo bij jou, hoor. Boom, 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 boom. Dus niet spelen wat je nu hebt gearrangeerd, alleen maar kwartnoten spelen. 1, 2, en 1, 2, 3, 4. Dus dat is voor jou ook goed dat jij zeg maar een poem 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 poem. Ja? Ja, oké. Oké, dus afwisselen. En als jij de solo speelt, mag je gewoon die walking bass gaan spelen. Dus elke tel van de maat. Ja? 10 minuten. Jullie zitten in 3-3. Ga ik nu even met liedje zingen. Let it go, let it go. Even, mag ik even mijn hand op jouw buik leggen? Ja. Gaan ze zingen? Let it go, let it go. Wat gebeurt hier? jij doet. Ja, klopt. Maar wat zit hier? Je buik. Ja. En als je hem ademhaalt, dan zou ik heel leuk vinden als ik je buik voel bewegen. Want leg je hand maar eens op mijn buik. Als ik nu ademhaal, wat gebeurt er dan? Gaat je buik uit? Ja. En hoe zou dat komen, denk je? Omdat je ademt. Ja, want er moet lucht in je lichaam en die heeft ruimte nodig. Uh-huh. Dus wat je heel vaak ziet, is dat mensen soms niet zo veel ademhalen of een beetje hier ademhalen. Maar het is heel belangrijk om bij je buik te ademhalen. Nog een keer? Heel goed. Op de film kan je het misschien zelfs wel zien. Ja, toch? Kan je denk zien dat, ja, je ziet gewoon je buik bewegen. Dus dat is heel belangrijk, want als je goede ademsteun hebt, dan kan je heel veel power geven. Ja, zoiets. Ga maar vast op. Ja, zoiets moet je denken. Ik stevig in mijn schoenen staan. En er niet naast me lopen. Die zijn niet te kopen. Ja, die zijn niet te kopen, hé. Die zijn niet te kopen. Maar wat? Die moeten we dan, maar dat moeten we onthouden. Ja, die bank. Zo leer je ruimte omgaan met een podium, terwijl je dus op raak met ons. Met iets wat je zekerheid is, namelijk je huisvrouw. Oké. Okay. Margo! Ja. Oké. Okay. Nou. Hier is de piano. Oké, okay, nog even binnenkomen, want... waar zijn wij? In mijn woonkamer. Hier? Waar is die dan? Hallo, ik ben Margo. Kom vertellen over mijn naam. Nou, ik ben Margo. Ik kom vertellen over mijn...